Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Oké, ga beginnen. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik ga vandaag, zoals jullie zien, weer Star Stable spelen. En Sonja zit hier. Ja, da. Ze zit net buiten beeld. Jij zag het. Maar ze zit net buiten beeld. Maar ze is er wel. En Kaya is er ook. Maar ik ga even deze opdracht doen. Die komt dus echt al heel vaak opnieuw hebben moeten doen. Maar ja, ik ga hem gewoon doen. Die was ik aan het doen. Ja, nu kan ik helemaal weer naartoe. Wat doe je? Oh, dus nu ga ik dat weer opnieuw doen. En ik heb al mijn paard eten gegeven. En ik weet, ik moet naar de dierendokter. Want als je bij de dierendokter bent, kan je paard weer helemaal groen doen. Ik heb het één keer gedaan, maar ik weet niet of ik het nog een keer ga doen. En ik ben blij dat ik mijn microfoon heb. Ik heb een schorre stem. Beetje. Dus ik hoef niet zo hard te praten. Daar is de dierenarts. Maar daar ga ik nu even niet naartoe. Ik heb geen mail. Top, want die heb ik al beantwoord. Dus, Maar je paard is nog niet zo heel erg ziek. Nee, maar hij is niet groen. Ja, maar dat is toch niet erg. Ik zie heel veel paarden als ik in iemand stak omdat ze helemaal rood zijn. Maar ik weet niet of ik heel veel paarden wil. Ja, ik zou er wel twee willen of zo. Ik heb een uitnodiging voor iemand te stappen. Oh, nu weg, ja. Maar in ieder geval, ik weet niet of ik... Ja, ik zou sowieso twee paarden willen hebben. Maar ik weet niet of ik er heel veel wil hebben. Want je kan er toch maar op één rijden. Dus dan krijg je heel veel poppetjes die rood zijn. Omdat je er zo lang niet op hebt gereden. Ja. Dus daar denk ik wel, ja, dan ga ik toch liever één paard. Maar ik ga wel één of twee paarden denk ik wel erbij kopen. Want ja, het is toch wel leuker om iets meer paarden te hebben dan één. Want ik krijg ook heel veel vragen. Wanneer ga je een paard kopen? Ik heb het genoeg geld ervoor, maar ik ben aan het sparen ervoor. Voor nog meer geld. Om gelijk te kunnen kijken of ik twee paarden kan kopen. Nou, op deze brug ben ik vandaag al 40 keer overheen gereden. Kan jij over deze brug? Ja. Ik vind die bruggen met die paarden zo echt super mooi. Heel vaak als ik mijn filmpjes terugkijk, denk ik, oh, ik moet even met mijn muis daar naartoe. Maar dat kan helemaal niet, want het is al opgenomen. Waar moet ik nu naartoe? Oh, ik ga nu verkeerd. Kan ik daar opkomen? Ja. Dan moet ik nu, als het goed is, hier zo even gaan springen. Ja, dan ga ik wel hartstikke goed. Eigenlijk snijdt Star Stable, eigenlijk snijden heel veel mensen af. Als ze denken, ook, ik moet daar naartoe, laat ik even zo rijden. Laat ze al netjes over het pad gaan. Gewoon zo. Ik geef eerlijk toe, ik doe het zelf ook heel veel. Want ik ga niet altijd dat pad doen, want ja, het is toch altijd maar saaiers echt precies. Want soms is afsnijden beter, want dan hoef je minder lang te rijden. En dan krijg je misschien helemaal pijn in je handen, omdat je zo vaak moet drukken. Gaat maar een beetje rustig, dan kun je iedereen toch horen wat je zegt. Oké, we zijn er bijna. Helaas kan ik het niet op mijn kaart zien, maar ik ga hem wel even hier in de hoek zetten, want dat, ja, dat vind ik altijd wel fijn. Alleen kan ik me nu zelf niet zien. Dat is wel een punt. Zo. Ik kom straks in een heel mooi gebied. En ja, ik vind het echt een heel mooi gebied. En ik denk dat ik maar gelijk even daar de stallen ga schoonmaken. Zo, kijk, ik ben er bijna. Hier moet je dan zo, kijk, en dan hier zo is het. Nu zit precies mijn kaart ervoor. Kijk, hier is de binnenkomst. Ben je hier ooit geweest, Sol? Hoe heet het hier? Ja. Ik geloof het, ja. Ik vind die echt mooi. Ik ga even de stal uitmesten, want dat heb ik echt al nooit hier gedaan, want dit is de tweede keer dat ik hier kom, maar ja, komt omdat ik hier al eerder de moest zijn. Alleen als je hem natuurlijk afsluit, dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen met de opdracht. Oké, we beginnen bij deze stal en daar ligt gelijk al een poepie. Cement aan het maken. Het klinkt echt heel raar. Sonja is dus bezig met de brug. Toch?
was je bezig met de brug? Ja. Oké, dan gaan we nu naar deze stal. Daar moet water komen. Daar moet eten kopen. En ik kopen. Nee, ik ga niet kopen. Punk. Naar deze stal. Moet alles hat, flat, moet alles gebeuren. Zo. Hier ligt nog poep. Ik dacht verwacht dat mijn meisje er niet bij komt. Kijk, hij is wel goed. Dus ja, ik heb wel goed mijn paard gedaan. Moet ik hier in deze stal zijn? Noppes. Maar ik moet wel in deze stal zijn. Ik vind deze paarden echt mooi. Wat duidelijk praten, schat. Zo. Oké, de laatste. En dan ga ik nu weer naar dat meisje. Naar haar. Wow. Batterij op. Ik ga even kijken wat hier allemaal te doen is. Oké, dat was heel handig om te weten. Ik ga gelijk even deze doen. Oké, ja, die heb ik ook weer gedaan. Ik ben nog nooit hier binnen geweest, dus ik ga maar gewoon even... Oh nee, dat wil ik niet uit gang. Was het los? Nee. Dit is hier een spel. Oh, kun je aanbellen? Ja. Nee, maar het is gewoon als je... Dat is automatisch. Automatisch. Kan je ook zitten? Ja, je kan zitten. Ik zit op een bankje. Oké, ik ga er af. Kijk. Oh ja. Zo, ik ben er af. En ik ga weer even naar mijn paard rennen. Want ik heb nog niet uit... Eigenlijk wat ik hier moet halen heb ik nog niet gepakt. Die kant op. Want hier ligt het. Kijk. Aan het werk. Oké, en nu mag ik weer helemaal terugrijden. Even die zo, want anders zie ik het niet. Die ga ik straks wel... Helaas kan je niet die trap op, want ik heb het wel geprobeerd, maar het kon niet. Ik dacht, hoe gaan ze dat dan doen? Want ja, die armen die bewegen bijna nooit. Zo. Hey, ik ga nu niet zo... Oké. Zo. Ik heb mijn eerste springwedstrijd gehad. Oh, leuk. Ja, klopt. Dat vond ik ook heel leuk. Om die te doen. En het was ook best wel... Ik kan nog niet in de rijbak. Of hoe heet dat? De rijhal. Rijhal kan ik nog niet, maar ik kom wel bij een andere. En daar is eigenlijk net zo hoog als in de rijhal. Dus ja. Dat vond ik wel heel leuk om dat te doen. Ik denk dat ik hem straks nog een keer ga doen, omdat het een dagelijkse missie is. Maar ja, ik vond hem heel leuk om te doen, dus ja. Ik zit me opeens te bedenken waar mijn bril is. Ik heb geen idee. Ik zit namelijk zonder bril voor de camera. Dan doe ik deze bril op. Ik wil dat zien. Kijk, ik had het over deze bril. Moet helemaal daar naartoe. Hey, Fort Pinta. Is dat Fort Pinta? Nee, toch. Is toch niet Fort Pinta? Kan niet. Maar nee. Misschien kan het wel. Ik heb geen idee. En of ik het wil weten, nooit. Oké, we gaan nu weer over de brug. Dat betekent dat we er bijna zijn. Nou, eigenlijk moet ik nog heel dit stuk rijden. Dus ja, we zijn er nog niet. Maar we zijn redelijk in de buurt. Maar bijna is nog niet helemaal. Helaas. Op een kwartier starten de kampioenschappen. Waar? Dat zag ik even niet. Maar ik krijg net een melding in mijn beeld. Kan je even kijken? Ik ga eens kijken. Als het in, maar ik denk dat het in Feitje, ik weet niet hoe dat heet, Feitje voor of zoiets. Daar kan ik nog niet naartoe, want dan moet je over die brug. Dan
maar ik zou toch geen melding krijgen als ik daar niet heen kan? Jawel. Of er moet nog een andere weg zijn. Maar je kan gewoon een melding krijgen als je er niet naartoe kan, hoor. Ja? Ja. Volgens mij wel. Nu zien we. Bij dat touwtje. Ponykampioenschap. Oh, maar we hebben geen pony. Hoezo hebben we geen pony? We hebben toch geen pony? We hebben toch een paard? Oh. Ponykampioenschap. Dan kun je alleen naar mee als je een pony hebt. Ja. Kom maar aan een pony. Kopen. Is er zo niet wel een pony? Ja. Een zo niet is een pony. Kopen. Maar ik zit echt altijd te twijfelen of ik een Zoni moet kopen of een paard. Ja. Het is zo moeilijk. Omdat ik het soms best wel zonde vind om het te doen. Ga jij een Zoni kopen? Denk je? Ik weet het niet. Ik denk niet dat ik een Zoni ga kopen, maar... Ja, ik weet het niet. Misschien wel als ik erbij ga kopen, maar ja. Ja, ik weet het niet. Oh ja, hier liep ik vorige keer ook in vast, want je moet hier dus naar beneden. Kijk, het is daar beneden, maar als je daar gaat springen, dan ik heb het toen geprobeerd, maar ja. Paard had niet, die zei je hebt een gevaarlijke val gemaakt, pas voortaan op. Oké. En? Hallo, ja. Dankjewel. Zo. Iets voor de paarden. Geweldig. Oké, dat ga ik nog niet doen, want ik heb nog meer klusjes te doen, jongen. Ik sta hier eigenlijk nu toch. Kijk, kan ik de dagelijkse race nog doen? Oh, nee, kan niet meer. Oh, jammer. Want hier was het volgens mij die race, dacht ik. Het was hier. Maar ja, dan niet. Of wacht, het was... Kijk, hier zo was dat. Hier moest ik net helemaal gaan springen. En dan moest het ook over balken en zo. Maar helaas kan ik die wedstrijd niet meer doen. Jammer. Maar ik ga hier wel even... weg, tenminste. Dat is de bedoeling. Het is de bedoeling dat ik hier weg ga. Maar ik weet niet of dat mij nou echt gaat lukken. Ik ga wel eerst even naar Escape. Bijna afsluiten gedrukt, maar dat moet ik niet doen. Ik heb het één keer gedaan dat ik per ongeluk op afsluiten drukt. Ben je ook in Moorland? Nee, ik sta nog steeds in de brug. Oh. Oké, en wat ga je nu hier doen? Ik denk een opdracht. Oké, welke opdracht ga je doen dan? Van die mevrouw. Welke mevrouw? Kijk, ik ga er niet naartoe. Deze mevrouw. Mevrouw Holt. Wat zoiets. De moeite van het wachten waard. Cadeau. Stamorland. Nou, ga ik doen dan maar toch. Nou, dan moeten we even naar de huursmid. Een Zoni. Laat even bij de foto's achter welke Zoni jullie liever willen. Een bruin of een witte Zoni? Wat voor kleur Zoni zou jij willen? Sonja? Zo'n grijze. Grijze, dat is toch een witte? Nog witte dan? Ik dacht dat het een witte was, maar oké. Moet ik nog wat doen? Ja, bij de hoefzin moet je vaak nog wat ophalen. Ik ga het maar even gewoon bekijken wat ik nog meer moet doen. Ja, hier zie je. Oké, dat moet ze doen. Ja, dan moet ik hier... Wacht, ik ga wel afstappen. Nee, ik denk niet dat ik kan afstappen. Het is toch hier? Oh, toch niet. Ik heb hem nu pas. Kom mee. Ponykampioenschap over 10 minuten. Maar wij kunnen daar niet aan mee. Heel veel mensen hebben eigenlijk een pony, hè? Huh? Wacht, waar moet ik zijn? Oh ja, dat zit er niet op de kaart.
achter het huis. Ja, op zich sta ik er nu in. Waar liggen altijd die boomstammen dan? Liggen die dan hierboven toch? Welke boomstammen? Ja, die je altijd moet pakken. Waarvoor? Voor die hoefsmid. Oh, ze liggen toch hier. Die liggen daar bij dat huis. Ja, maar... Ja, oké. Okay. Alleen maar in draf is ze. Beetje opschiet alsjeblieft. Okay, ja, we zijn er. Okay, een van de drie, jongens. Zoveel. Je hebt mijn hand. Hey, Ben staat hier. Kijk. Waar sta ik? Hier. Je hebt echt andere kleren aan, joh. Ik ga even vragen bij de groep, want dan kunnen we elkaar zien. Kan je hem accepteren? Ja, ze heeft het geaccepteerd. Oké, nu kunnen we zien waar ze is. Behalve als ze te ver is, maar dat hoop ik natuurlijk niet. Dat jij te ver bent. In deze pakken. Dit is de laatste. Hoop ik. Volgens mij wel. Ik had er net 2 van de 3, dus dit is 3 van de 3. Oeh. Hoi. Ik had een meisje gezien en die heette... Nou ja, die zat natuurlijk in het spel. Daar hebben ze een hele andere naam. Maar die heette echt Sonja. En dat vond ik echt super grappig om te zien. Kijk, 3 van de 3. Oké, top. Ben je ook met het hout bezig? Ik moet er nu naartoe, ja. Ik moet er nu naartoe. Oh, nee, ik loop nu met het hout. Ik moet er nu naartoe. Ik heb nu hout gehaald voor de smid. Ja, dat heb ik net moeten doen. Maar nu moet ik naar de brug. Maar waar is de brug ook alweer? Door Moorland heen rijden. Ja, Moorland is heel groot. Weg, achter de verlaten boerderij. Dan moet je toch eigenlijk een soort van die race doen? Ja, mag geen race doen. Nee, maar het pad van de race. Ja, je gaat gewoon naar boven. Maar dan is het toch van die mevrouw die altijd best wel pittig is, toch? Ik weet niet wat van, je bedoelt. Niet Tam, maar dat andere meisje. Ik weet het niet. Oh. Ik weet niet hoe die heet. Ik ook niet meer. Lorena? Lorenza, volgens mij. Oh, nou, ik weet het niet meer. Ik ben al level 9. Ik ben level 9? Ik ben al 6 op 7. Maar ik speel vaker dan jou. Ja, dat is zo. Ik speel in er echt vaker dan Sonja. Meestal als ik thuis ben, ga ik gelijk opzitten. Nee, ik moet omkeren. Ik weet alweer waar het is. Of niet? Ja, ik ga goed. Oké, en dan I alvast openzetten. Mijn rugtas. Dan moet ik toch hier naartoe? Nee, links. Links. Terug van de Nelmers Hoogland af. Het is hier. Oh, dan moet ik hier naartoe zeker? Van het terrein af. Ja, daar rechts en dan links. Oké, dan ga ik maar even... Ik weet niet wat je nu aan het doen bent. Ah! Er zit een heuvel. Ik had gewoon op het pad moeten blijven. Oh, echt? Echt. En dan kom ik terug omhoog. Ook oh, staan. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!